Ik ben Ria Spijker, ik ben 67 jaar en heb heel mijn leven in Kralingen gewoond. Door deze parkeertarieven gaan mijn vriend en ik ons straks bont en blauw betalen. Of wij moeten stoppen met onze relatie. De 500 uur die ik heb via de bezoekerspas zijn toereikend voor circa 20 weken. Daarna gaan we het hoge tarief van €2,76 betalen. De kosten lopen op voor mensen zoals Ria die de afgelopen tijd geconfronteerd zijn met een uitbreiding van het betaald parkeren in hun wijk. Ze heeft het er daarom niet bij laten zitten en is in actie gekomen. Nou, dit gaat dus naar de gemeente. Dit zijn de originele handtekeningen. En alles bij elkaar is 4363 handtekeningen. Nou, dit gaan we dus overhandigen aan de gemeente. En we laten ook de online petitie laten we doorlopen tot 9 januari. En wij hopen dat we wat kunnen bereiken om de oude parkeertijden terug te brengen. Ze staat er niet alleen voor. Met vriendin Joke trekt ze naar het stadhuis waar ze op steun van nog meer mensen mag rekenen. Ik ben verliefd, ik ben verliefd. We komen hier even herrie schoppen omdat wij van PvdA Rotterdam, maar ook een hele hoop bewoners en organisaties tegen de plannen zijn over betaald parkeren die er nu liggen volgens het college. Ja, wij merken dat kerken die gelegen zijn in gebieden waar betaald parkeren wordt ingevoerd daar enorme problemen van ondervinden. De wethouder heeft voor sommige sportverenigingen stop en sport geïntroduceerd, of dat wil hij gaan introduceren. Wij pleiten ervoor om voor kerken park en pre te organiseren. Dus dat je als je naar de kerk gaat voor een activiteit of een kerkdienst, dat je dan ook goedkoop kan parkeren. Dat er iets moet veranderen is voor Ria wel duidelijk. Ze vreest ervoor dat veel mensen zich eenzaam zullen voelen omdat de parkeertarieven toch een soort drempel zijn voor mensen om langs te komen. Die oudere mensen die hun kinderen thuis willen hebben. Ja, dat wordt gewoon onbetaalbaar. De bezoekerspas is ook zo op, want die was berekend op het verhaal van 9 tot 6. En nu is het gewoon 14 uur per dag betalen, 7 dagen in de week. Nou, dat is wel een beetje heftig.